Innoveren. We hebben het er bij Innovate Today elke dag over, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Om daarachter te komen ga ik vandaag samen met Eva langs bij Willem Kesterlo, oprichter van de Delftse start-up Visie. Mijn naam is Willem Kesterlo. Ik heb hier in Delft, waar we nu zijn, gestudeerd natuurkunde. En samen met een studiegenootje vanuit ons afstudeerwerk een bedrijf gestart, nu zo'n 5 jaar geleden. En wat wij doen is eigenlijk op een slimme manier volledig transparante stroom- en data-opwekkende ramen ontwikkelen. Om op die manier gebouwen energiezuinig en comfortabeler te maken. Enerzijds omdat zeker in de begintijd wij nog heel veel en nauw samenwerkten met de universiteit. En nu nog steeds eigenlijk al onze onderzoeksactiviteiten ook grotendeels plaatsvinden binnen de laboratoria van Delft. En vervolgens ook in het groeien van je team is het fijn om eigenlijk hier te blijven, omdat heel veel mensen hier rondom ook studeren of promoveren en daarna toch vaak ook een baan zoeken. In het begin hebben we denk ik aan elke bestaande, of toendertijd bestaande start-up pitch competitie meegedaan. Veel prijzengeld in de wacht weten te slepen om in ieder geval onszelf van een boterham te kunnen voorzien in die eerste periode. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we ons businessplan op zo'n manier konden pitchen aan de overheid dat we daar een vroege fase financiering hebben gekregen. Die bracht ons weer naar een volgend level op basis waarvan we de Green Challenge hebben kunnen winnen. En van daaruit hebben we eigenlijk vervolg investeringen weten op te halen bij zowel vastgoedinvesteerders als de Europese Commissie. Hoe bij ons data eigenlijk in beeld kwam was door het feit dat we allerlei vragen kregen van een gebouweigenaar of een huurder. Van goh, hoe warm worden die ramen eigenlijk? Hoeveel wekt het nou op? Ik dacht van ja, dat kunnen we eigenlijk zo uitlezen als we daar nog 1 of 2 sensoren aan toevoegen. En toen, voordat we het wisten, waren we een app aan het programmeren die al die data kon analyseren en vergelijken met weermodelletjes. En zo kwamen we er eigenlijk achter dat dat voor zo'n raam enorm handig is, want die weet dan, hey, toen gisteren de zon opkwam, werd het hier binnen te warm. Ik voel nu weer de zon opkomen, laat ik vast de zonwering naar beneden doen en de airco een signaaltje geven. Voor ons is het altijd heel belangrijk geweest, omdat we zo onbekend waren in de bouw of in de glasindustrie, om direct te gaan samenwerken met je toekomstige klant of je toekomstige productiepartner. Twee studentjes met een idee van, nou ja, zie daar maar eens iemand zo gek te krijgen om een paar van onze ramen te installeren. Doordat we wel continu met die partijen zelf bezig waren, dus dat we ook onze productontwikkeling samen met de klant deden, creëerde ook een soort buy-in van de klant. Na 3 of 4 keer zag zo'n klant echt zo, hij wordt wel elke keer echt significant beter dan die keer daarvoor. En nu vind ik hem eigenlijk wel goed genoeg om bij mijn klanten weer toe te passen. Nieuwe dingen proberen en in die zin blijft het dan misschien een beetje breed. Maar wat ik daarmee bedoel is dat het dingen zijn waarvan je oprecht niet weet of het goed of slecht uitpakt. Maar dat je het doen van dat nieuws, dat je dat al belangrijk genoeg vindt.